een sober, integer boek met respect voor alle karakters, met ja, waar de geloofwaardigheid op een ja, primeert van een verhaal dat waarschijnlijk niet makkelijk te vertellen is. Dat van een kind dat door zijn moeder op straat werd gezet, dat niet meer welkom was in het leven van zijn moeder. Dus dat zou een gewichtig onderwerp moeten zijn, en dat is het ook. Maar ik wou het in alle eenvoud brengen. En ja, zo zou ik, denk ik, het boek schetsen. Heeft het iets met je eigen leven te maken? Tuurlijk. Tuurlijk, het is. Ik zou dit niet verteld kunnen hebben indien ik niet zelf een kind ben geweest dat door zijn moeder op straat is gezet. Ik vind het ook belangrijk dat ik dit soort gewichtige onderwerpen aanraak omdat ik ze ken. En dat het veroorloofd is dat ik ze schrijf. Dus ja, zeker, bedoel ik. Ik kan onmogelijk ontkennen dat het autobiografisch is. Er blijft natuurlijk wel die noodzakelijke variant die echt nodig is om een roman te maken. Het is geen, het is geen zelfbeklag of zoiets. Het is echt een facet van het leven dat ik ken, maar dat ik in een roman heb uitgelegd en geduid en gekleurd. En voilà, het verhalende element primeert toch nog altijd hier. Je zei zo even dat je de sterke behoefte voelde om het eenvoudig te doen, hè? Om het simpel te doen. En integer is een ander woord dat je een paar keer in je openingszinnen gebruikte. Waarom benadruk je dat zozeer? Omdat er natuurlijk heel erg veel tijd aan vooraf gegaan is aan het maken van dit boek. Dit is een van de boeken waar ik heel veel tijd voor genomen heb om ze te schrijven. Ik wist dat ik het op een dag zou schrijven of dat de kans groot was dat ik eraan zou beginnen. Het kondigde zich al veel eerder aan, bedoel je dat? Zeg? Nee, maar goed, ik ben nu eenmaal schrijver. Ik ben dat graag, maar ja, het is dan niet geheel onlogisch dat je op een bepaald moment naar de grote thema's van je eigen leven teruggaat. En dat is er één. Ik bedoel, ik kan dat niet ontkennen. Dus dat lag wel voor me open dat ik op een dag zou gaan schrijven over een kind dat op straat is gezet door zijn moeder, in alle simpelheid. Alleen is de vraag vele jaren geweest, hoe ga ik dit schrijven? Ik heb daar tijd voor kunnen nemen voor dit boek. Het is waarschijnlijk het boek waar ik het, ja, waar ik het meest mijn tijd voor genomen heb, voor ik begon te schrijven.